Of mee, hè? Nee, maar ik wel. Zo de jongen is het toch een aanfietsen naar de reken. Och, jongen, je trapt wij een kapot. Heel die bestoven winkelstroden. Oh, maar ja, gelukkig, als je die gehad hebt, sta ik zo in het centrum van de reken. Daar staan we wel een leegvallen. Jongen, jongen, jongen. Hé, hey, maar nee, ik ga altijd wel heel veel naar de reken, moet ik zeggen. Want in al die grote nieuwe wijken is gooi ik de verdwaling altijd, hè. En dat gebeurt nu weer niet. Nee. Nee, mensen. Reek is knus. Ja, ik vind de reek een knus. Gooi ik wat vroeger op knus. Ja, want vroeger moesten wij ook gewoon met een boer ons eten halen. En dat doen jullie nog steeds. Ja. Ja. Dat weet je, hè. Daarbij, het is oké. Ja, dat zie ik. En als ik er dan voorbij kom, dan zie ik al die mannetjes daar buiten spelen. Ja, en daar schijnen hele lieve kinderen te zijn. Ja, ja, dat zeggen ze. Maar ja, dat kan ook niet anders, hè, want er zit wel 50% schooit bloed in. Hè. Aha, dat maakt al een goede beurt. Hé, hey, maar dan zie ik daar ook, als ik door die grote staldeuren kijk, hè, dan zie ik er al die automaten hangen. Oh, zit ik nou wel weg, al die. Ja, jullie hebben hier volgens mij niks anders met. Nee, het is al die voor, al die achter. En ik wil er eigenlijk helemaal niet over beginnen. Ja, nou moeten we het toch over hebben. Hè? Snapten jullie dat nou, mensen? Dat is zo'n groot concern, net als de Aldi, hè, zo'n internationaal bedrijf, hè, die zijn dan altijd zoekende. Ja, en dan zijn ze op zoek naar het gat in de markt. En wat vinden ze? Een markt in een gat. En het is gewoon niet te geloven. En moet je eens kijken, zoveel publiek. Ja, ik zie het. En de pers is er ook. En kijk eens daarboven, in de skybox, al die notabelen. Hé, broer, zie ik dat nou goed? Een rode, een lange, een dikke, een kale? Joh, dat lijkt het college wel. Voor het last, denk ik, want het is bijna verkiezingen. Ja, kijk ze dan maar eens een keer goed aan, want die zit hier volgend jaar niet meer. Nee, maar ik wou er wel een goede stel. Ja, ze hebben wel hun best gedaan. Ze hebben hun best wel bereikt. Nou, vroeger, hè, kwam hier in de reek in de wethouder. Die hadden wel ADHD, maar die kregen wel wat van elkaar. Ja, maar daar hebben ze wat gevonden, schijnbaar. Deze liefde is hard. En eigenlijk hebben ze ook helemaal niet zoveel bereikt. Ze hebben dan
niks opgebouwd, ze hebben alleen maar afgebroken. In Schaik hebben ze alles afgebroken en in Zeland begonnen ze alles afbreken. Onderscheiding 3R 2018. De hoogste carnavalsonderscheiding van het Kederrijk wordt dit jaar toegekend aan iemand die zich al vele jaren verdienstelijk maakt voor het Reekse carnaval. Carnaval is een feest voor iedereen en daarbij is het erg belangrijk dat er mensen zijn die dit mee ondersteunen. De persoon die dit jaar de onderscheiding, de 3R 2018, krijgt uitgereikt, is iemand die dit zeker, zeer zeker heeft gedaan en op meerdere terreinen. Deze persoon, een vrouw dit jaar, heeft zich hier op het podium tijdens de pronkzittingen vele jaren op voortreffelijke wijze ingezet en het publiek weten te vermaken. De laatste jaren heeft zij een actieve rol in de organisatie van onze pronkzittingen. De jury van de optocht mag al langere tijd van haar diensten en kwaliteiten gebruik maken en op zondagochtend schittert zij in de rol van voorganger tijdens de gebedsdienst voor carnaval in onze kerk. Het zal voor een heleboel mensen inmiddels wel duidelijk zijn, de onderscheiding, de 3R, gaat naar iemand met een groot carnavalshart. Een belangrijke schakel voor het carnavalsgebeuren in ons Kederrijk. En het is jammer dat ze dit jaar niet bij de carnaval aanwezig kan zijn, maar de onderscheiding is meer dan verdiend. De onderscheiding 3R is het carnavalsjaar 2018 toegekend aan José Govers. Maar beste mensen, wat ik veel belangrijker vind, is dat we voor het een vrouwelijk lid bij de Reekse Trappers hebben. Een echte, maar dan ook een echte wielrenster. Goddomme, hoe heet een eigen lid? Dat is Lin van Moorsel. Oh. Kennen jullie toch wel? De tweelingzus van Leontien van Moorsel. Oh ja. Hey, hoeveel leden hebben we eigenlijk bij ons clubje? Hebben we er zat of hebben we nog 20, 30? Hebben we nog wat nieuwe leden nodig, denk ik? Ja, ik denk dat we nog wel wat kunnen gebruiken. Zou hier iets bij zitten? Hier? Ik zal eens kijken of we nog een paar nieuwe leden kunnen zijn. Zoek eens iets uit, joh. Dit is wel verzoenlijk, denk ik. Hey Menneke. Ja, ding. Zou jij ons naai clubpakje willen presenteren van Reekse Trappers? Tuurlijk. Komt er eens bij, jongen. Wow. Gisteren Ben Brands, maar ja, hij lijkt er toch op, als iets kleiner. Nou, je moet dit passen. Hi. Even kijken dan. Zo, een nieuwe sponsor gevonden. Ja, ja. Get de Lotto Jumbo. En een Nederlandse wielertenuur, al die reek. Nou, die past hier niet. Schatje, daar past hij niet en dat zie je zelf ook. Ik heb een naam erbij. Dus. Alles jij uit. Kunt er veel beter. Alles uit. Hey, maar ben ik een beetje voor de Aldi of tegen de Aldi? Ik ben voor de Aldi. Nou, dan steun je ons clubkok, hè? Ja. De schijks die hey. Week steun. Hey, maar kun je gaan mooi zitten, neem me mee terug naar Schaik en dan loopt de al dag ermee trimmen. Ja, dat is mooi. Mooi. Wat zeg je? Waar ik ben? Oh, dorpshuis in Reek. Ja. Helemaal vol. Ja. Ja, het is een inspraakavond. Ja, ja, ja. Ik moet even iets doen. Iets erdoor drukken. En de MFA en de Aldi erdoor drukken. Nee, niet de middelf aandrukken. De Aldi erdoor drukken.
De multifunctionele accommodatie. Ja, 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 ja. En de Aldi, ja. Ja, er zijn twee bezwaarschriften. Eentje van de Polisheik en eentje van de Schoonheidscommissie. Maar die moet ik even behandelen, maar het gaat wel lukken. Ja, ja, dat levert geld op, joh. Ja, ja, als ik één keer ja zeg, heb ik al 100 euro te pakken. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dus ik ben even druk. Ai, nee. Het is geen storing, ik verdraai even een bal. Dus ik ga je hangen, Frans. Hans, ik ga je hangen. Ja, ja, Hans. Hoe is het met je vrouw? Oh, sorry. 3 jaar alweer. Gescheiden. Dus, Frans, ik ga je hangen. Want druk, ze hebben de koffie niet even op. Had het trouwens gehoord dat Peter Zegers nog bij Tontje was langs geweest? Peter Zegers? Niks aan gehoord. Wat was er aan de hand? Nou ja, Tontje die had water in zijn kelder staan. Dus hij belde Peter Zegers op. Peter, jij moet nou komen. Ik heb een groot probleem. Ik wil dat je nou langskomt. Ja, zijn Peter, het is zondag. Ik werk godverdomme 6 dagen in de week. Kan niet van de week in een keer. Nee, zijn Tontje, ik wil dat je nou langskomt. Dus Peter langsgegaan bij Tontje. Loopt die kelder in. Ja, 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 zijn Peter. Ja, ik zie het al. Ja, ja, water in de kelder. Ja, ja, zijn Tontje, maar kun je er ook iets aan doen? Nou, zijn Peter, had er toevallig paracetamol liggen. Ja, dus ja, 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 Tontje naar boven, paracetamol gevat. Geef ze aan Peter. En Peter die gooit ze zo in het water. Laten liggen, 3 weken rust houden en als het er nog niet over is, ergens bellen voor een vervolgafspraak. Ja, ja. Ja, Rob. Ik was ook nog naar Tontjes afscheidsreceptie geweest, hè? Echt waar? Dat was best druk, hoorde ik. Maar hoe waren dat geweest? Dat was een kei mooi feest. Echt? Ja, ik vroeg aan hem. Wat is nou het mooiste wat jij het afgelopen jaar hebt meegemaakt? En? Wat zin hij? Nou, hij zin. José Govers, die kwam pas naar mij toe. In een gevulst en dure, dikke BMW. Ja, je weet wel, van Don Leo. En die zin dat ze door een wesp gestoken waren. Dus zegt Tontje, ja. Waar ben je dan gestoken? Ja, zegt José. Dat kan ik echt niet zeggen, want ik schaam me dood. Nou, zegt Tontje, ik moet echt weten waar je gestoken bent, anders kan ik u niet helpen. Nee, zegt José, ik vertel het echt niet, want hè, ik kan niet meer van de dag komen. Luister, zegt Tontje, ik heb geheimhoudingsplicht. Ik zal het echt tegen niemand vertellen waar jij gestoken bent. Nou, zegt José, vooruit dan. In een Aldi. Daar was ze gestoken. Ja, viel. Laat. Goedenavond. Ook namens de bemanningsleden van onze Schaikse Vliegtuigmaatschappij heet ik jullie hartelijk welkom. Schaikse Vliegtuigmaatschappij, doei! Kan het ook anders uit, Schaik. Het is wel een gekke naam. Net als die reclamespreuk voor een reisbureau uit Schaik. Maak dat je wegkomt. Was het college ook nog een rondvlucht gemaakt en Marnix was onze reisleider. Kijk ze Marnix, we vliegen nu over het beloofde land en ginds in de verte, daar redden u je. Onze toekomstige hoofdstad en beloofde land, Bakerland. Bakkersland, zegt Ben Brands. Nee, Ben, je moet niet altijd aan eten denken. Kijk ze Marnix, en nu vliegen we ook over Zeeland. Maar we vliegen gauw door, want er gaat al varken zat. Tenminste, dat stond vorige week in de krant. Landert heeft varkens genoeg. Dus gauw door naar de reek toe.
En zeg maar niks, als je nou rechts uit het rampje kijkt, dan kijk je door naar het multifunctionele sportcentrum van de Reek. Alles bij elkaar. En door in de verte gaat het industrieterrein van de Reek. Er staat nog alleen nog een hangar van Mike Benz en een hangar van Marco Benz. Die heeft iets meer buitenlandse hulp gehad. Maar dames en heren, we zijn aan het einde. Dit was ook het hoogtepunt en het eindpunt van onze reis. We gaan lekker dalen!